I'm just a face. De gemeente Arnhem heeft meer dan 150.000 inwoners. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Vraag hun naar hun dromen, hun herinneringen, die soms mooi, soms verdrietig zijn. Ik ben op een bankje in Arnhem. Emiel Radelband, ik heb je uitgenodigd bij mij op het bankje. Als bekende Arnhemmer. Ja, we kennen je natuurlijk allemaal. Maar is dat zo? Ja, als gezicht wel, maar we kennen je niet. Ja, ik denk dat niemand me kent. Dat bedoel ik. Daarom vind ik het heel interessant om met je daarover te praten. Ja. Je bent geboren Arnhemmer. Ja, in de Nieuwstad. En hoe was dat? Hoe waren jouw kinderjaren? Nou, kinderjaren waren niet zo florissant. Want we waren heel arm. Maar dat was natuurlijk iedereen toen. En zeer zeker als middenstander zijnde. Je komt uit een ondernemersgezin? Ja. Wat deden jullie? We hadden een bakkerij. Dus papa had een bakkerij. En twee filialen op Klarendal. Eén op Klarendalsweg en één op de hoek van de Putstraat en de Pauwstraat. En hoe was dat als bakkerszoon? Ja, nou, dat was natuurlijk, er werden lekkere taartjes gebakken, er was lekker brood. Je moet je natuurlijk voorstellen, dat was het begin de jaren 50. Dus het was heel, het was allemaal nog niet zo rijk als dat het nu was. Maar ik was heel dik, ik woog 85 kilo. En ik was 1,20 meter, dat praat dus over de lagere school. Echt waar? Dus ik was net zo breed als dat ik hoog was. Ja, ik had ook eczeem. En mijn vader was fout geweest in de oorlog, althans dat zei men. En dat geeft wel een hele grote stempel op mij gedrukt. En niet te negatief hoor, want ik heb dus wel geleerd hoe je om moet gaan met kritiek daardoor. Maar je zegt heel snel even zo, mijn vader snel, maar hij is niet fout geweest in de oorlog, dat werd van hem verteld. Nee, dat werd van hem verteld omdat hij aan de moffen geleverd had, aan de Duitsers geleverd. En hij heeft ons ook verteld hoe dat kwam. De Duitsers kwamen, de Weermacht kwam en die zei, luister, we hebben brood nodig in de kazernes. Hij zegt, maar ik bak niet voor jullie brood. En toen haalde een van de jongens de revolver tevoorschijn en zei, dan schieten die dood. Ja. Nou ja, goed, dus toen is hij brood gaan bakken. Maar hij maakte het zo wel dat hij, dat brood bakte die en moest recepten geven, want alles was op de bom. Hij moest ook gebak maken. En dan kreeg hij dus heel veel eieren, heel veel suiker, heel veel zout en heel veel meel en gist en dergelijke om dat brood te bakken. Maar daardoor kon hij dus extra veel brood bakken voor mensen die ondergedoken waren of voor het verzet. Dat is wel zuur als je iets goeds doet en je wordt dan afgeschilderd als zijnde. Ja, maar ja, goed, oké. Okay, mensen zien natuurlijk eerder iets als het slechte als dat het goede is. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar dat, als kind zijnde was dat natuurlijk wel heel vervelend. Ja. Want dan kwam ik ergens bij iemand spelen en dan zei die moeder van wie ben jij? Van welke ratelband ben jij? En dan zei ik van de Nieuwstad. Nou, dan mocht het kind niet met me spelen. Hoe was dat voor jou als kind? Nou, in eerste instantie dacht ik bij mezelf van wat raar. Hè? Dus ik vroeg dan eigenlijk ook aan mijn vader en aan mijn moeder van hoe zit dat? Nou, die vertelden dan hun verhaal. En daarna gebeurde het weer een keer. Toen dacht ik van, nou, we kijken het even, zielepoot. En zo heb ik natuurlijk wel geleerd om alleen te spelen. En zo heb ik wel geleerd natuurlijk om kritiek te voldoen. Want ik herinner me nog dat ik mijn hapboek begon, dus dat was in 78. Dat er dus op de openingsdag waren er allemaal hakenkruizen met een spuitbus opgespoten. Is het zo lang nog door? Ja, tot de dag van vandaag. Je hebt nog mensen die mij er nog niet op aanspreken, maar dat ik brieven thuis krijg van vuile NSB'er, SS'er, jodenhater en dergelijke. Kortzichtig? Nou, dat is zielig. Het is niet kortzichtig, die mensen weten niet beter, dus laat maar gaan. Het raakt mij niet. Nee, het raakt je niet? Nee. Voor je vader? Heb je het voor je vader niet heel erg gevonden dan? Nee, want wij spraken er thuis wel over. Maar goed, je moet je voorstellen, ik was toen een jaar of 8, 9. En papa zei gewoon, ik had geen andere keus. Nee. Dus of ik moest me dood laten schieten, of ik heb dat gedaan. Brood gebakken voor de Duitsers, maar tegelijkertijd ook brood over kunnen houden en gebak over kunnen houden voor een aantal Joodse families die ondergedoken waren voor het verzet en dergelijke. Ik ben later wel naar een aantal Joodse families toegegaan, die door papa eigenlijk de oorlog doorgeholpen zijn. En toen heb ik aan hen gevraagd van, waarom heb je nou eigenlijk niet je mond open gedaan? Ja. Hè, want dat vind ik toch eigenlijk wel vreemd. Ja. En toen hebben ze ik ben bij drie Joodse families geweest. En alle drie de Joodse mannen die ik daarop aangesproken heb, toen was ik 22, 23, was papa natuurlijk al lang dood. Die zeiden, alle drie zeiden het gelijk en zeiden, we waren zo bang voor een uniform dat we na de oorlog niet meer naar de politie durfden te gaan om te zeggen dat Frans ons geholpen heeft in de oorlog. Nou ja, en dat begrijp ik dan eigenlijk ook wel weer.
is je leven verder gegaan hier in Arnhem? Heb je een fijn leven gehad? Ik heb het gewoon zelf naar mijn zin gemaakt natuurlijk. Hè? Want van anderen hoef ik niet af te laten hangen. Hoe is het eigenlijk gegaan? Ik heb de lagere school afgemaakt. Toen ben ik toelatingsexamen moest ik doen voor de MULO. Want wij hadden ontleden kenden we niet. Dus toen ben ik een jaar nog naar de Prinsessenschool geweest. In de Prinsessenstraat bij meneer Vonhof. Dat was toen de tijd was dat de man die de aubade deed voor de koningin. Altijd koninginnendag. Heel klein mannetje. En die sloeg ook. Die had zo'n aanwijsstok en die sloeg. Zeer zeker bij de meest vervelende kinderen. Dus daar was ik natuurlijk eentje van. Ja, was je wel een beetje vervelend mannetje vroeger? Ik was natuurlijk ondeugend. Ik was gewoon ondeugend. Ik nam de auto al mee toen ik 11 was van mijn vader. Bromfietsen waren er niet. We gingen altijd naar... Van der Velde was de politieagent in Siependaal. Dus we deden altijd die zwanen deden we altijd opstoken. We deden ruitjes ingooien van de kerk. We deden het offerblok belichten van de kerk, van die kerk en die kerk, grote kerk en de kleine kerk. Toen stond Arnhem stond in de stijgers. Dus we klommen altijd, s'avonds gingen we op tijd naar bed. Althans, dat dachten papa en mama. En dan klopen we door het dakraam, kropen we naar buiten toe. Samen met Leo Didde, jongens van der Meulen, Elsjan de Vippen, Berry Bos van de loodgieter, van de poelier. En dan gingen we dus altijd de bouw in. en dan altijd rare dingen doen natuurlijk. Ook dingen weghalen, saboteren. Een van de favoriete bezigheden was... ik weet niet meer hoe de straat heet. Daar was een school, die is nog steeds, achter de Walburgkerk. Dat was een katholieke school en die had een plat dak. En dat deden we dan overdag. Gingen we dan op dat platte dak zitten. En dan gingen we daar poepen. En dan hadden we kranten bij ons. Op dat dak, en dan, ik denk dat je het eruit snijdt. Maar, nee, dus dan hadden we kranten bij ons en dan deden we allemaal poepen. En omdat ik zoveel at en zo dik was, had ik altijd de grootste keutels. En dan kwam die bus, die kwam dan vanuit het Eusebi Binnensingel aangereden. En dan moest je dus dan afremmen voor dus de Walburgkerk. En dan ging hij zo de Walburgkerk in. En dan vooral zomers, dan stond het open dak stond open van de bus. En dan wij kijken en dan die stront naar beneden gooien. In dat gangpad van die bus. Dus zo. Nou, wij lachen natuurlijk. Nou ja, en zulke soort grappen en gollen. Dus ja, ik was wel ondeugend. Ja. Dus mijn vader en moeder die zullen nog wel eens een keer achter hun hoofd gekrapt hebben. Maar jullie hebben wel een leuke jeugd gehad. We hebben heel veel ellende thuis, maar we hebben het buiten de deur zorgden ervoor dat we genoeg compensatie hadden. Maar jij bent niet helemaal Nederlands, fel? Nee, ik heb altijd gedacht dat ik Indisch was, maar 5 jaar geleden was ik in China. En daar bleek dus dat ik een achtste Indisch was, maar een achtste Chinees was. Wat een grote Chinees? Ja, maar een grote Chinees, ja. Ja. Die zijn altijd zo klein. Een grote geile vloep Chinees. Ja. Dat is raar, vind ik. Ja, heel raar. Maar vroeger werd daar natuurlijk over heel veel dingen niet gesproken. Mijn vader is overleden toen ik 12 was. Ik weet tot de dag van vandaag nog steeds niet waar hij aan overleden is. Vroeger was er altijd ruzie tussen papa en mama. Maar die ruzie, dat hoorde je dan als je op bed lag. Want als je erbij was, dan werd er niets gezegd. Je vader is overleden, toen was je pas 12. Dat was 12, ja. Ja. Dat lijkt me een vrij traumatisch iets. Het woord trauma is natuurlijk... ik denk ook wel dat ik helemaal beschadigd ben vroeger in mijn jeugd. Maar tenminste, als je de normale mensen zouden er al onderdoor zijn gegaan. Denk ik wel. Ja. Maar ik ben natuurlijk niet normaal. Ben je niet normaal? Ben je niet normaal natuurlijk, nee. Nee. Anders had ik het ook niet zo ver geschopt natuurlijk. Dan had ik nog in de Nieuwstad mijn bakkerijtje gehad. Maar het is wel heel vervelend geweest, want... Mijn moeder die durfde niet naar het ziekenhuis toe. Die had een fobie voor met bloed en met ziekenhuis, met de geur, de Liesel en dergelijke. Dus ik was eigenlijk de enige die naar mijn vader toe ging. En dat was in december, eind december was dat. En toen ging ik daar naartoe en toen lag hij 2 dagen, de dag voor kerstmis, lag hij op de badkamer. En dat betekende vroeger, dat wist ik al wel, dat als je op de badkamer ligt als zieke, dan ga je dood. Want dan hebben ze de rotzooi niet op de kamer, op de zaal. Dus ik kom op die badkamer. Dus mijn vader aan allerlei slangetjes en dergelijke. En hij zegt, ik weet waarom ik ziek ben. Ik weet hoe ik ziek ben geworden. Hij zegt, je moet naar dokter Gieseke gaan. En je moet aan dokter Gieseke vragen of hij hier naar wil komen en me al mijn tanden uit mijn mond wil trekken. En dat was op kerstavond.
Ik had een klein rood M-potje. Ik op de M-potje naar dokter Gieseke toe. Die woonde waar vroeger Bristol was, daar bij het Stationsplein. En ik bel aan en dokter Gieseke deed open. En dat was een hele grote, dikke man. Echt hele grote, dikke vingers. Ik zie hem nog voor me staan. Die deed de deur open, helemaal in een wit, in een rok. En hij zei, godsjongen, heer Raalte, wat kom je doen? Ik zei, nou, papa ligt in het ziekenhuis, dat weet u misschien wel. Ja, dat weet ik, zei hij. Hij zei, papa heeft aan mij gevraagd of u wil komen, of u de tanden allemaal uit wil trekken. En zijn kies allemaal uit wil trekken. Ja. Want hij gelooft dat daar de ziekte vandaan komt. Hij zei, nou, jongeheer Raalte, ik ben jongeheer Raalte, 12 jaar. Hij zegt, maar luister, hij zegt, ik kan nu niet meekomen, want ik heb alle gasten hier voor het avondeten. Maar kom mij vanavond om 11 uur ophalen. Dan ga ik met je mee. Buiten wachten, heeft alle tanden eruit getrokken. Ik heb die in een zakje gekregen, die heb ik nog allemaal natuurlijk bewaard. En ik ga naar binnen toe. En, dus ik zeg tegen papa, hoe is het? Nou, papa, het is de hele mond vol natuurlijk met bloed en met slijm en zo. En hij zegt tegen mij, ik word nu beter, zegt hij. Tot morgen. Dus ik, oom Piet heeft me thuis afgezet. Oom Piet bedankt, dokter Gieseke bedankt. Dus oom Piet heeft me thuis afgezet. Dus ik ben naar bed gegaan. In de wetenschap. Wat je vader wat zegt, dan is dat natuurlijk zo. Ja. En toen is hij 's nachts overleden. Wat heftig. Ja. Maar goed, het is nu 53 jaar geleden. Ja, maar het raakt gewoon. Elk detail weet je nog. Ja, ja, alles ja. Voel je en ruik je waarschijnlijk. Ja. Maar goed, daar praat je natuurlijk nooit over. Jawel, ik praat natuurlijk over met mijn vrouw natuurlijk en met mijn kinderen. Maar andere mensen val ik daar natuurlijk niet meer lastig, want het is nou dat je dat zo vertelt of vraagt. Ja. En goed, het tekent je wel voor de rest van je leven, dus je zult op die manier je vader kwijt moet raken. Ja. Ja, want je vader is toch altijd je held? Ja. Tenminste, dat denk ik altijd zo. Bij mij was dat zo. Had natuurlijk ook zijn minder goede kanten. Dat heeft me wel getekend, ja. Dus je neemt als jongeling de plaats van je vader in. Mijn broer die was meer intellectueel als ik. Ik ben meer praktisch ingesteld. En mijn broer die is eigenlijk min of meer opgevoed in de Goudkust bij mijn opa en oma van mijn moeders kant. Die is dan ook heel snel op kostschool gegaan. En ik ben dus bij mama gebleven. Toen zij de bakkerij voortzette. En toen was je met je moeder alleen? Ja. En hoe was dat dan? Ben jij een beetje de man in huis geworden toen? Ja. Ja, dus later hebben psychologen wel eens gezegd dat ik een stuk overslagen heb van mijn leven. Dus het jonge, het spontane, het idiote. Nou ja, ik vind het eigenlijk van niet, maar natuurlijk wel een stuk onbezorgdheid die je dan zou moeten hebben als kind zijn, die heb ik niet gehad. Nou, ben je zelf vader? Ja. Van hoeveel kinderen? 7. Mis je vader daarin? Nou ja, het voorbeeld van vader zijn? Vervelend onderwerp, want maar ik ben daar wel heel open in. Dus ik heb zelf 7 kinderen van 3 vrouwen. En kijk, ik ben met mijn eerste vrouw 26 jaar getrouwd geweest, ik heb 4 kinderen bij. 2 jongens en 2 meisjes. En op de een of andere manier is mijn relatie met mijn ex niet goed. En dat heeft zijn weerslag naar de kinderen toe. Giga. En ik heb dus nu van de 7 kinderen, heb ik de laatste 2, die zijn de 5 en 6. Daar heb ik een heel slecht contact mee, want zij wil dat niet. Dus mijn ex-vrouw, laatste ex-vrouw. Ik ben maar 2 keer getrouwd geweest, maar de laatste ex, die zit wat voortdurend in de weg. Dus ik zie die kinderen maar 1,5 dag in de 2 weken. En met de vakanties saboteert ze volledig. Dus de vakanties krijg ik ze nooit. Dus ik kan heel weinig betekenen voor die kinderen.
Dan heb ik een meisje van 13. Die woont in Maastricht bij haar moeder. Met haar moeder heb ik een hele slechte band. En zeer zeker nu ze me een heel groot bedrag terug moet betalen. Omdat ze teveel aan alimentatie heeft gehad. De afgelopen 12 jaar. Ze heeft tegen haar dochter gezegd van... je vader steelt het geld van mij wat ik gespaard heb voor jou. Dus mijn dochter van 13 wil me niet meer zien omdat ik zo ontzettend klootzak ben dat ik het geld steel van haar moeder. En dan heb ik nog 4 kinderen van de eerste vrouw. Met die vrouw heb ik ook niet zo'n goede band. En daar heb ik van de 4 kinderen heb ik een goede relatie met 2 kinderen. En de andere 2 kinderen is hetzelfde verhaal met hun moeder. En jij legt dat verband wel, misschien dat je zelf je vader zo jong bent verloren? Nou, ik denk wel. Kijk, ik ben geen makkelijke man natuurlijk. Laat ik dat even vooropstellen. Ik ben, kan ook heel hard zijn. Ik ben een heel zachte man, maar ik kan heel hard zijn. En ik kan me voorstellen dat als vrouw zijnde, dat je dus dan wel eens denkt bij jezelf van nou, kerel, kan het niet een toontje lager of een toontje zachter. Maar dat is wel triest gesteld, hè? Als je als vader je kinderen zo weinig mag zien in dit land. Ja, maar ja. En met jou zijn daar heel veel vaders. Nou ja, het is natuurlijk, kijk, is er dan geen rechter die op gaat staan, nee, voor die vaders dus op gaat komen dan? Nee, want rechters zijn natuurlijk ook allemaal vrouwen, dat komt erbij. En familierechters zijn altijd vrouwen. Dus die voelen meer in dat de moeder het kind mist dan de vader. Er zijn natuurlijk ook vaders die het niet kunnen handelen om hun kinderen 1 keer in de 2 weken op te halen en weer weg te brengen. Dat moet je dus ook al een bepaalde hout gesneden zijn. He, je haalt ze op, er zit 2 weken tussen. Ja, voor die kinderen is 2 weken natuurlijk zo lang, voor jou is het 2 weken. Je moet aan ze wennen, zij moet aan jou wennen. Dus de nacht is voorbij, de volgende dag dan kruipen ze tegen je aan, want voelen ze zich thuis bij papa in dat andere huis. En dan kun je alweer klaarmaken om ze weg te brengen. En ik heb 5 kort gedingen gevoerd omdat ik de kinderen niet kreeg met de vakanties. En elke keer zei de rechter, ja. Als ze niet meegeeft, dan krijgen ze... Als mevrouw niet wil, dan... Dus ik ben meerdere keren naar de politie geweest. En de politie zegt, ja, een civiele procedure staat in de radarband. We weten hoe het zit, maar wij kunnen niks doen. Ik zeg, ja, maar ik heb hier een vonnis. Ik zeg, u geeft me toch ook een bekeuring als ik door het rode licht in rij. Ja, meneer Radarband, zo zit de wet helemaal in elkaar. Dus je wordt horendol. Dus dat er, die onmacht. Dat er mannen zijn die dus gewoon zichzelf vergeten en dus gewoon een pistool pakken. En ja, je mag het niet hardop zeggen, maar ik zeg het toch hardop. En gewoon die vrouw doodschieten en dan die kinderen en dan zichzelf erbij. Ik kan me voorstellen. Je wordt gewoon gek gemaakt. Gek gemaakt. Ja, als je zwak van geest bent, dan kan ik me voorstellen dat je dus gewoon... je mag het niet hardop zeggen, maar ik kan me gewoon voorstellen dat het gebeurt gewoon. Ja. Van de week bij een advocaat en weer een nieuwe. Dus die advocaat zegt tegen mij, als er een vrouw hier komt en die zegt, ik wil graag dat u dus eigen scheiding voor mij doet, is het eerste wat ik vraag aan die mevrouw, ben je nog thuis of ben je weg? En als die mevrouw zegt, ik ben weg, dan zegt die advocaat, zegt, dan moet je nu teruggaan. Dan moet je nu zeggen dat je het goed wil maken. En dan hou je het minimaal nog 6 maanden vol. En in die 6 maanden hou je bij een dagboek. Je bewaart alle bonnetjes die je uitgeeft. Je noteert goed alles wat er gebeurt en na 6 maanden ga je weg. En dan alles wat je die 6 maanden meegemaakt hebt, dat kunnen we verwerken. Tegen hem gebruiken. Oh. Door te zeggen, zoveel geld heb ik gekregen. Zo weinig heb jij je om de kinderen bemoeid. We zijn samen op vakantie gegaan. Ik heb een nieuwe auto van je gekregen. Enzovoort, enzovoort. En alles wat jij dan opgeschreven hebt, dat moet de man dan weer betalen aan die vrouw de komende 12 jaar. Dat is toch te triest voor woorden. Maar zo zit het systeem dus in elkaar. Dat dus die advocaat zegt tegen die vrouw hoe zij eigenlijk de boel moet blazen. Want daar komt het op neer. Dat is mij is het overkomen. Ik kom thuis. En alles was goed, dacht ik. Vrouw weg. Kinderen weg. Dekbedden weg. Speelgoed weg. Alles was weg. En 10 weken later kom ik voor de rechtbank. En de rechter zegt, ja, de kinderen zijn nu 10 weken bij mevrouw, dus ze blijven bij mevrouw. En meneer Radarband, u moet uw huis uit. Want de vrouw moet met de kinderen ergens kunnen wonen.
En je moet gewoon, mevrouw heeft zoveel duizend euro per maand gehad, dus je moet nu zoveel duizend euro per maand betalen. En ik stond erbij, keek ernaar. Ik zat nog in de shock, ik was nog in het rouwproces. Mevrouw had het 2 jaar daarvoor bedacht, of misschien 3 jaar, of misschien 6 maanden. Misschien al vanaf het begin. En misschien vanaf het begin af aan, ja. Ja. Dus, en, dus ja. Zij was al, ja, het was allemaal al oké voor haar. En ik zat nog in het rouwproces, in het gewenningsproces. Nou, dus ik werd helemaal gek, man. Helemaal gek. En ik moest natuurlijk ook nog erbij mijn kost verdienen, natuurlijk. Hè. Ik moest de kop erbij houden. Ik moest geld verdienen, ik moest seminars doen. Ik moest naar het buitenland toe. Dat werd aangehaald bijvoorbeeld, dat ze zei van... Ja, maar meneer is per maand wel 2 weken in Rusland of in China. En hij is in Turkije en hij zit in Abu Dhabi. En hij geeft seminars in Saoedi-Arabië. En hij is pro-moslim. En hij heeft sympathieën voor extremisten. En het is zelf een extremist. Ja. Hij heeft een boek laten vertalen in het Arabisch. Nou, en die rechter kijken van, nou, die dacht, die Radelband is een lid van de IS of zo. Ja. Dat bestond toen nog niet, maar goed. Ja. Maar God, als je dat allemaal meemaakt in je leven, hè, en je kijkt zo terug, wat voor cijfer geef je in je leven dan? 10. Ik denk positief, ik eet gezond, ik drink geen alcohol, drink geen koffie, geen thee, geen wijn, geen cola. Ik drink helemaal niks, alleen koud water of heet water. Ik eet geen vlees, alleen groenten of fruit. Om je heel gezond te voelen? Ik oefen elke dag. Doe ik sport, een half uur sport, elke dag. Ja. Hoe ben je daar aangekomen om dat te gaan doen? Dat was wel heel, want kijk, roken, drinken, ik drink ook niet, rook ook niet. Maar dat hele complete plaatje van geen koffie, geen cola. Hoe kom je daar? Heb je dat ooit van iemand gehoord? Of ben je ziek geweest dat je dacht, ik moet een andere levensstijl aan? Nou, ik ben wel ziek geweest. Ik heb een hartafwijking gekregen toen ik 20 was. Dat had ik al, schijnbaar. Ja. Heeft de dokter gezegd dat ik nog 2 jaar te leven had. En toen ben ik uiteindelijk gevlucht uit het ziekenhuis. Want er stierven 2 mannen die bij me op afdeling lagen. Binnen 24 uur ben ik gevlucht. En toen heb ik de beslissing genomen om mijn bakkerijtje... Want ik heb een bakkerijtje overgenomen van mama. Dat was in 70, geloof ik. 1970 was dat. En toen heb ik de beslissing genomen om mijn bakkerijtje... de grootste bakkerij van Arnhem te maken. Het is voor jou gelijk omgeslagen, want ik laat even zien dat ik er ben. Ja, als ik dan nog 2 jaar te leven heb, dan laat ik zien gewoon even dat ik die 2 jaar nog positief benut heb. Ja. En wat blijkt nog later? Dus 3 jaar later ben ik terug gaan naar professor Durrer, die me dat verteld had. Die heeft mij weer gecarteriseerd. Ik was de eerste Nederlander die gecarteriseerd werd in 1969. En die heeft me gecarteriseerd. En toen zei hij van, hij zegt, de godsmonden. Hij zegt, het is weg, het is over. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Nee. Maar goed, maar nu begrijp ik waarom het weg is. Want het is natuurlijk heel simpel. Alles waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En geef je aandacht aan de ziekte, dan groeit de ziekte. Geef je aandacht aan het positieve, aan het opbouwen, dan groeit het positieve, het opbouwen. En jij, je zal waarschijnlijk, net als ieder ander, wel heel grote angst hebben voor iets. Maar heb jij dat niet? Nee. Voor niet? Ik heb nergens angst voor, nee. Ja, ik zal wel angsten hebben, maar ik heb niet een angst dat ik... mij daardoor laat belemmeren, weet je wel? Dus er zijn mensen die durven de straat niet op te gaan of zo. Of mensen die durven niet een gebouw in te lopen. Of mensen durven niet... Of zijn bang om dood te gaan of zo. Waarom zou ik bang voor de dood zijn? Ik geloof in God. Ik geloof dat hij mij hier neergezet heeft om wat te doen. En ik geloof ook dat hij op mij wacht. Omdat ik rekenschap en verantwoording af zal moeten leggen bij hem. Het is een dwaas kinderlijk beeld. Maar het voelt wel goed. Daarom bid ik elke avond... En dat doe ik gewoon lekker rustig als ik in bed lig, met niemand in de gaten. En dan bid ik eventjes. En ik heb het idee, of eigenlijk de wetenschap eigenlijk, dat ik weet dat het verhoord wordt. En dat geeft rust. Dat geeft en vrede. Rust, ja. Als je dan zo op je leven terugkijkt, wat is dan het allermooiste wat je hebt meegemaakt in je leven?
vragen. Ja, dat was natuurlijk toch wel dat die kinderen... Het bewustzijn, misschien dat wel. Dat misschien dat wel het mooiste. Dat het bewustzijn, dat ik het bewustzijn kreeg dat ik vader was, werd. Ja, want ik ben echt een family man. Ondanks dat... Daarom, kijk, ik ben natuurlijk... Daarom is het voor vrouwen ook makkelijk om met te kwetsen. Omdat ze weten dat het enige waar ze mee kunnen pakken is met de kinderen. He, want geld maakt me niet uit, bezitting maakt me niet uit, maar de kinderen maakt me uit. Dus als je me wil pakken, dan pak je de kinderen. Dus ik denk dat dat wel het mooiste moment is. Dat ik me realiseerde, dat was bij mijn eerste twee kindjes, was een tweeling. Dat ik bij de burgerlijke stand stond om ze aan te geven met hun naam. Rolf Jan en Frans Minou. En dat die ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde om de namen in te vullen. En dat ik me echt toen pas bewust werd van het feit dat ik echt vader was geworden. Ja. Ik stond er met bloed op mijn hemd en zo. Het was allemaal het was nog niet zo makkelijk gegaan. Ja, ik denk dat dat het een van de mooiste momenten van mijn leven is. Ik ben nu een gezin. Ja, we zijn nu een gezin, ja. Gezin. Ja. En dat ik er niks van gebakken heb uiteindelijk. Dat is natuurlijk falen en mislukking. Uiteindelijk dan ook weer een leerproces. Om het met de volgende te doen. Ja, dan weer merken dat het weer fout gaat. Ja. Tot uiteindelijk, ik zit nu in een relatie waarvan ik echt wel denk dat die de rest van mijn leven zal duren, ja. Maar dat is wel ten koste gegaan van die andere relaties. Want ik maak nu een aantal fouten niet meer. Bewust. En dan het allernaarste, het allervervelendste dat je in je leven hebt meegemaakt? Nou, dat ik die kinderen niet mag zien, dat toen ik mijn laatste twee kindjes niet mocht zien, dat vond ik heel erg. Maar dus toen Bo uit Maastricht liet weten dat ze hem niet meer wilde zien, dat was wel de genadeslag. Toen, dat was van die twee kindjes was erg, maar die waren dus nog heel jong. Dus dan kon je nog zeggen van dat is mama. Maar ik had met Bo had ik zo'n goede relatie. En dat was echt elke twee weken was het gewoon vrijdagavond ophalen en zondag terugbrengen. En vakanties overal geweest, Amerika en Zuid-Afrika. En over alles gedaan met haar. En ik had zo'n goede relatie met haar. En dat ze dan zegt tegen me van, ik wil je niet meer zien. Dat was voor mij een nekslag. Dat was voor mij zo erg, dat kan ik je niet vertellen. Vreselijk, joh. We stoppen er even. Dat maakt niet uit. Oh. Omdat het zo, omdat het niet te begrijpen valt. Viel niet te begrijpen. Hoe kunnen vrouwen zo slecht zijn dat ze dat een kind aandoen en daarmee jou, alleen om jou te pakken, dat kan toch niet? Kun je je toch niet voorstellen, zoiets? Nou, heel veel vrouwen doen dat natuurlijk. Hè? Omdat ze natuurlijk... En nog maar, ik moet even bijzeggen, natuurlijk ook heel veel vaders zijn die hun kinderen niet meer willen zien. Hè? Dat even ook. Dus dat is natuurlijk ook zo. En er zijn ook heel veel vaders die hun niet willen betalen of zo. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat speelt dan bij mij niet. Maar ja, als een vrouw je wil pakken, dan pakken ze je natuurlijk op je zwakte. Kijk, en een vrouw is natuurlijk altijd superieur aan een man. Dus een vrouw is natuurlijk veel linker. Die heeft veel meer visie dan een man. Een man is een korte termijn denker. Die denkt maar aan één ding, is seks en geld verdienen en geld uitgeven, nieuwe auto kopen. Maar een vrouw is veel meer planmatig. Dus ook ja, geraffineerd, maar veel meer ja, goal-oriented dan een man. Dus als je me wil pakken, ja, dan pak je me met de kinderen natuurlijk. Ja, ik hoop dat ze als ze ouder wordt, anders gaat denken en dat dat uiteindelijk wel goed komt. Ja, dat zegt natuurlijk iedereen. Maar dat is natuurlijk als je 35 bent en je wordt vader. En dan ben je 45 en je ziet je kinderen ja, niet. Dat is het dan vandaag over 20 jaar, dan ben je 65. Dan zie je je kinderen, maar ik ben 65. En als ik ze over 20 jaar zie, dan gaan ze naar hun moeder toe en dan zeggen ze... Nou mama, je hebt toch gelijk, het is een oude zeikert. Want dan zit ik natuurlijk in een oude stoel. En dan zit ik een beetje slijm, kom bij mijn mondje of zo. En dat is natuurlijk anders dan dat het nu is. Dus dan begrijp je mijn motivatie om gezond te blijven, mentaal en ook fysiek. Ja. En je mag jezelf dan nog één wens doen, één droom van je komt uit. Dat mag alles zijn. Nou, dan zou ik nu zeggen, ik weet niet wanneer je dit uitzendt. Nou ja, mijn wens zou zijn dat ik dan kerstmis nu zou kunnen vieren met al mijn 7 kinderen. Maar die wens gaat niet in vervulling. Dan hoop ik voor jou dat in 2015 die wens uitkomt. Dat je dan een tafel vol met je, al je kinderen en je kleinkinderen hebt. Dank u. I'm just a face in the crowd.
you probably don't know me, as I don't stand out.